is zoveel moois te doen met suiker. Elk blaadje wordt met de hand gemaakt. Ik heb ook altijd maar een paar seconden om elk blaadje wat ik verwerk daadwerkelijk definitie te geven. Zelfs een hele witte bloem krijgt van mij altijd kleur. Bijvoorbeeld met een pioen. De mooie roze pioenen hebben altijd zo'n hele mooie knalroze verse pad. Die zet ik er altijd als laatste in. Dat zijn als het ware echt de laatste karaktereigenschappen. En dat maakt ook waarom elke bloem weer elke keer anders is. Mijn bloemen delen met de rest van de wereld, dat is echt een eigen leven gaan leiden. Ze zijn altijd een inspiratie geweest. Of het nou om kleur ging, of dat het nou om het seizoen ging. Ja, bloemen zijn toch altijd een beetje een reflectie van vaak waar je bent in je leven. Jan David de Heem hangt in het Rijksmuseum. Het feit dat ik daar eigenlijk binnen 6 minuten op mijn fiets naartoe kan gaan en kan bekijken, dat voelt als een enorme luxe. Rachel Ruis is natuurlijk ook een hele grote inspiratiebron. Ik denk dat zij echt de definitie zijn van kunstenaars in de grootste zin van het woord. Het realisme wat zij hebben weten neer te zetten is zo ontzettend inspirerend. Ik denk dat het in een creatief proces absoluut essentie is dat je in staat moet zijn om dingen los te laten en het moment moet laten zijn voor wat het is. Don't ever limit yourself. Don't find yourself in a box.